Wat is het dagritme van een baby? Laten we doen dit. Maar naar het gatje. Ja. We eten die nog op. Ik ben helemaal blij. Top hè, dankjewel. La vista, baby. Oh. Wat gaat papa doen? Ja, kijk. Dat is leuk. En hier hebben we Lucilla ook een schatje. Dan heeft ook zijn grote broer weer. Een hele goede morgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Weddinggaas, familievloggers en het is vandaag weer maandagochtend. Dat betekent dat we in ieder geval een heerlijk weekend achter de rug hebben. Gisteren leuk naar het circus zijn geweest, als je die vlog niet hebt gezien, was heel erg gezellig. Maar het is vandaag toch echt weer terug naar het ritme. Goedemorgen. We gaan vandaag weer naar school, nou niet we. Luan, Lucilla en Luxie gaan vandaag weer naar school. Ze hebben vandaag weer een lange dag. Aan het einde van de dag gaan ze weer naar hiphop, Luan en Lucilla. Maar eerst gaan we even lekker ontbijten. Ja, schatje. Maar van Circe en mijn gymtas is jouw... Ja, maar jouw gymtas ligt op school. Die had je op school laten liggen. Oh, jouw schooltas. Nou, we moeten even kijken waar die is. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen, kereltje. Nou, we gaan eerst even lekker ontbijten. En dan... Waarvoor? Ik krijg het niet meer uit. Oh ja, dan moet je even mijn ding kijken. Mijn badkamer. Ja. Nou ja, jongens, kijk in ieder geval vandaag weer gezellig met ons. Nee. Nou. Hebben we allemaal de schoenen en de jas aan? Nou, ik zeg tot zo, hè? Ja. Zullen we eens even daar al opgeven of zo? Ja, je gymtas. Je gymtas. Je zit op school. Nou, we zullen ook lekker de schoenen aan. Veel plezier op school. Tot straks, doeg! Ik heb vandaag een heel leuk idee, want ik krijg nog wel eens de vraag van jullie van goh, wat voor een hapjes krijgt Luusjes, wanneer slaapt hij en nou, al dat soort dingetjes. En ik dacht, ja, ik heb natuurlijk helemaal geen echt antwoord op, aangezien jullie inmiddels al weten ik een beetje op de Bonnefoy ben, zeg maar. Hij gaat gewoon zo mee in het ritme en ik ben niet iemand die iedere keer op de tijd kijkt van oh, hij slaapt zo laat en oh, hij moet nu weer eten en oh... Nee, dat gaat gewoon een beetje op de automatische piloot, zeg maar. Je merkt in hemzelf, wanneer hij een beetje moe wordt, denk je... Oh ja, hè, gaan we hem even op bed leggen. En dan merk je, oh, hij heeft honger, dan gaan we hem even eten. Maar hij gaat natuurlijk ook gewoon heel erg mee in ons ritme. Dat is als wij, als ik ga eten, dan geef hem ook wat eten. Of als we met z'n allen aan de tafel zitten, geef ik hem wat eten. Dus dat zijn eigenlijk de vaste momenten die er wel zijn. Maar hè, niet schematisch van, oh, het is nu strak 12 uur, hij moet nu eten. Ook met de slaapjes hebben we dat niet echt, aangezien we ook niet altijd thuis zijn, zeg maar. Zij slaapt ook regelmatig in de kinderwagen of in de draagzak of in de maxicozy als we net even boodschappen moeten doen. Of we de kinderen wegbrengen zijn. Of als bijvoorbeeld gisteren naar het circus ging en dat hij gewoon in de kinderwagen sliep tijdens de show van het circus. Ja, weet je, dat is nou wel heel erg makkelijk als je een baby hebt die niet afhankelijk is van zijn één slaapplek, zeg maar. Dus dat is wel heel handig, maar ik dacht... Misschien is het wel leuk voor jullie, maar ook voor mezelf om eens een keertje daar wel bewust van te zijn. Dus wat is nou een beetje zijn dagritme? Wat is het dagritme van een baby? Van 8 maanden. 8,5 maand, om precies te zijn. Natuurlijk is er wel een structuur waarin hij rond dezelfde tijd moe wordt. Rond dezelfde tijd wil slapen. Rond dezelfde tijd wakker is en wil spelen. En soms verschilt het een half uurtje later, een half uurtje eerder. Daar moet ik wel even bij zeggen, disclaimertje. Dit is niet zo dat dit dus echt letterlijk alle dagen zou zijn. Want met een baby weet je het nooit, jongens. Alle dagen zijn verschillend. Dan heeft hij er enorm veel zin in, zoals nu. En dan heeft hij er wat minder zin in. Dan is hij wat meer huilerig, wat meer hangerig. Ligt ook een beetje aan de sprongetjes waar hij in zit. Kijk, wat hij nu doet is dat hij wil drinken. Zie, dit. Dit is typisch, ik wil drinken. Hij is nu in het einde van een hele lange sprong. De 6e sprong, nog steeds. Volgens mij is nu nog 2 dagen tot het einde van de sprong. Dat zegt dan de app, zeg maar. Maar ik kan nu eigenlijk al merken dat hij door de sprong heen is. Want hij is lekker vrolijk en lekker blij. En ja, hij slaapt alweer wat beter dan als hij net in een sprong begint. Of midden van hun sprong zit. Dan is het nog wat hazenslaapjes-achtige slaapjes die hij dan doet. Maar het gaat nu alweer... beter en is helemaal blij nu. Ook in de avond of in de nacht gaat het ook alweer beter. Dat heeft ook dus zijn afwisseling in de periodes. Of die net even in zo'n mentaal sprongetje zit of niet. Dat merk ik wel gewoon heel erg. Maar nu is het weer een hartstikke vrolijke noot. Hé jongen. Ja. En hij is helemaal blij dat hij nu weer meer kan. Mentaal ook met zijn hoofdje weer meer kan. Meer dingen kan ondervinden. Nu is het echt dat hij snapt dat je bijvoorbeeld... kijk. Ik kan even...
ik heb even dit. Even, sorry, ik pak even een Ferrari. Maar dit is een auto. Dat ik zeg, auto. Auto. Dat is een auto. Dus dat je echt dingen gaat benoemen. En dat hij dus ook op die manier straks de woordjes kan nadoen. En als ik bijvoorbeeld ergens, ook ergens een auto ziet rijden, dat je dan zegt, kijk, auto. Dat hij snapt, oh, dat is een auto en dat is een auto. Maar dat doe je ook met boom of hond. Woezelpip benoemen we dan. En dan ook, of aaien, ook heel belangrijk. Jongens, nu snapt hij, gaat hij dus ook snappen dat je de hondjes kan aaien en dat je zachtjes kan aaien. Dat je niet zo aan haren kan trekken, maar aaien. Dus als hij naar Woezelpip gaat of ze komen naar de baby toe, Pip doet dat met name. Dan pakten we dus de haartjes en dan zeggen we aaien. Doe maar aaien. Zachtjes aaien. En dan pakken we het handje en zeggen aaien. Doe maar aaien. En dat soort dingetjes gaat hij nu dus begrijpen. Dit is ook een heel mooi moment waarin hij in de gaten krijgt hoe de controle over mama te krijgen. Of over papa of over ons allemaal. Als hij bijvoorbeeld ergens zit en hij heeft zoiets van, nou, ik verveel me wel een beetje. Wat moet ik nou eens even doen? En dan doet hij zo. Kijkt hij of iemand reageert. Dat is echt zo, heel grappig. En dan kijk ik ook wel eens om te zien hoe hij dat doet. Als hij ziet dat ik niet kijk, zeg maar. En dan zit hij zo. Dan is hij weer stil. En dan gaat hij weer kijken of iemand reageert. Het is echt super grappig om te zien, jongens. Als je baby hebt ook van deze tijd, herken je dat misschien wel. Of misschien kun je dat eens uitproberen. Dan zit hij zo tussen de blokjes en dan heeft hij zo'n gevoel van, nou, ik wil eigenlijk met iemand spelen. Er is dus niks aan de hand. En hij snapt dus nu, als ik ga huilen, dan komt mama. En inderdaad, dat is soms wel eens handig. Of niet handig voor mama, want dan denk je, oh, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Omdat je normaal gesproken, iedere keer als hij huilde, was er echt wat aan de hand. Vieze luier, hij heeft honger, hij wil een ander uitzicht. Hij wil ergens naartoe, hij kan net iets niet pakken, hij is gefrustreerd. Hij is moe, dat soort dingen allemaal. Dus dan was er echt wat. Nu is ook nog steeds, hè, als je wel eens huilt, dan is er ook echt wel wat. Maar er zijn dus ook momenten waarin hij wel eens huilt en er is eigenlijk helemaal niks. Hij wil gewoon even je aandacht. En dat is oké, dat is helemaal goed. Maar daar moet je natuurlijk wel bewust van zijn. Dat mama dan ook zegt, ja, mama is even aan het koken. Even wachten, ik kom zo. Dat zeg ik dan ook echt tegen hem. Dan moet hij gewoon even wachten. En dan zie je hem ook echt zo zitten. Oké. Dat is heel zo schattig als ik dan wel eens om het hoekje kijk. Dat heeft hij dan niet in de gaten. Dan kijk ik om het hoekje en dan zit hij nog steeds zo. Doet hij weer zo. Het is heel grappig als ik hem nadoe. Sorry jongens, ik ben zo'n gekke moeder die altijd even een beetje gek doet als ik de kinderen nadoe. Maar ik denk, dan snap je misschien wat ik bedoel. Maar goed, buiten dat om, leek mij vandaag gewoon heel erg leuk om met deze lekkere kleine mup is een babydagroutine aan jullie te laten zien. Om te kijken hoe dit nou precies een beetje gaat. Het is namelijk, ik heb dus geen idee. Hey Google, hoe laat is het? Het is 9:30 ochtends. Oké, het is dus 9:30 jongens. Luan en Lucilla en Luxie zitten op school. Daniel heeft ze vanochtend weggebracht. En dat is eigenlijk vaak het moment dat ik heel even mijn eigen momentje heb om mijn ontbijt op te eten. Wellicht bekend onder de ouders onder ons. Aangezien ik 's ochtends niet echt de tijd heb om uitgebreid ontbijten. Want dan ben je gewoon druk met het ontbijt maken van die andere kinderen. Daniel die is dan druk bezig met het smeren van de boterhammen. Ze hebben vandaag alle drie lange dag. Dus dat betekent dat je best wel wat boterhammen moet smeren. Lucilla en Luxie hebben ieder 2 boterhammen mee. Volgens mij, Luan heeft er 4 mee. Dus dat zijn heel veel boterhammen smeren. En ik maak dan het ontbijt van de kinderen. En dat zijn vaak gewoon lekkere yoghurtjes met fruit erin. Fruit erbij. Drinken erbij. En we pakken dus ook altijd thee erbij. Alleen ja, dit is dus nu dus gewoon koude thee. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen. Zijn routine is dus, op het moment dat de kinderen naar school zijn, zit ik dus nog steeds hier met hem. Hij eet 's ochtends een stukje fruit. In dit geval was het een peer. Alleen meneer had geen zin in een peer. Dus wat doet hij dan? Legt hij hem weer weg. Dat is heel netjes, maar hij gooit hem ook heel vaak op de grond. Dus dan denk ik, ah, zonde van die peer. Maar ja, dan zit hij dus in zijn zitje. Kijk, hier zijn zitje. Dan is het dus 9:30. Was het dus net. Ik doe eventjes dat stukje naar jongens, want dat heb ik net even niet meer gefilmd. Nou, en dan gaat hij hier zitten ook. En hij pakt alles van de tafel. Die grijphandjes, alles wil hij pakken. Dan zit hij eerst even gezellig naast mama. En dan kan mama even. Hoef je hem niet? Deze dan. Deze vindt hij ook lekker. Niet nu.
Over het algemeen vindt hij dit lekker, niet nu? Nee. Dan heb ik hier een speeltje. Dat doe ik ook wel eens. Hou ik hem zo even bezig. Want dan kan ik natuurlijk even mijn eigen ontbijt voor de rest opeten. Mijn koude thee opdrinken. En wat ik 's ochtends eigenlijk altijd doe. Of niet altijd. Ik moet heel eerlijk zeggen, bijna altijd. Maar heel veel, heel vaak schiet het er ook bij in. Is mijn social media posten en checken. Dus dat doe ik 's ochtends even als ik dan denk van, oh, hè, even een momentje om een leuke fotootje op Instagram te posten. Ik ben niet heel actief op Instagram, heb ik jullie ook al wat eerder verteld. Omdat ik gewoon veel meer hier in de offline wereld ben dan in de online wereld. En ik wil niet iedere keer zo zitten als ik ook kinderen om me heen heb. Dus eigenlijk is dit het momentje nadat de kinderen naar school zijn, zit hij hier lekker in. En dan doe ik even een postje uit op social media. Vanochtend heb ik nog niks gepost trouwens. En dan kijk ik even van, goh, heb ik nog een leuke foto van afgelopen tijd. Ik post dus ook niet in real life, zeg maar. Of niet vaak in real moment. Ik post eigenlijk vaak achteraf. Omdat ik vaak, als ik real moment heb, dan ben ik in het, letterlijk in het real moment, zeg maar. In het, deze foto is misschien wel leuk om te posten. Dat is deze. Alleen ja, Lucilla die kijkt dan net zo. Ze deed tada. En vandaag weer maandag. Kids weer naar school. Heb ik nu dus even deze post net gemaakt van een fotootje met van het weekend erbij. Ah, sorry, ik ben Ike, dat scherp stellen. Nou, dat was mijn postje. Telefoon weg. Hopelijk wil hij nog even een hapje van zijn peer. Nee, en ik wil nog even mijn ontbijt opeten. Hm. Dan gaan we nog heel even spelen zo. Of heb je daar geen zin in vandaag? Hm? Ja. Hm. Oh, er zit je hand onder. Ja, dus vind je het lekker? Vind je het lekker? Een beetje yoghurt van mama. Mmm, dat is lekker. Dit is heel lekker hoor. Dus yoghurt met bevroren besjes. En die zijn al gesmolten. En die ziet er dan zo uit. Ja, ik vind het heel erg lekker. Luan en Zita Luxie vinden het ook lekker. Kom maar. Het is gewoon yoghurt en bevroren fruit. Mmm. Mmm. Lekker. Het is nog steeds met eten dat hij nog niet echt heel veel eet. Ja, dit doet hij dus wel. Zo. Hij eet nu dus de peer. En heeft, maar ja, dan spuugt hij het ook weer uit. Zoals jullie zien. Maar goed. Het is niet erg, jongens. Kom vanzelf. Hé, kerel. Kom vanzelf. Nou, even mijn koude thee opdrinken. En dan zijn we klaar. Kijk eens. Ja, maar mama gaat even het ontbijt opruimen nou. Kijk eens. Hier. Even zitten blijven. Zo, kijk eens, biertje. Dat is lekker. Even afruimen. Kijk, dan even afruimen. Oh, ondertussen klaar met afruimen. En meneertje wil eruit. Gaat hij zich aan mee trekken. Zo. Nou, dan is het heel even tijd voor een ochtendspeelmomentje. En dan ga ik even hier zitten. Ze hadden hier vanochtend ook al gespeeld. Meisjes. Met het Barbiehuis. Dat steeds in de kamer staat, maar maakt niet uit. Kijk, even kijken bij de blokjes. Boem. Dit vindt hij nog steeds heel erg leuk. Maar het leukste vindt hij eigenlijk nog steeds, jullie zien het alweer, dit krukje. Hij is gefascineerd door dit krukje. En misschien wel even leuk te vertellen dat dit krukje... Kijk, ik zal het even iets dichter laten zien. Kijk, er zijn heel mooie stipjes en alles op. Een heel mooi patroontje. En hier ook. En hieronder zit zo'n tekentje. Dit krukje is echt een heel bijzonder krukje. Dit krukje is namelijk van de oma van Daniel geweest. De moeder van Daniels moeder. Oma Dropje, voor degene die ons al heel lang volgen. Die is in het begin van onze vlogs nog regelmatig in de vlog geweest als we bij haar op bezoek gingen. Die is helaas al een tijd geleden overleden. Maar dit is altijd haar krukje geweest. En dit krukje heeft eigenlijk altijd bij ons thuis al vanaf het begin dat Daan en ik samen waren bij ons gestaan. Dus dit is ook weer een beetje een emotionele waarde krukje. Dus helemaal grappig hoe hij hierdoor gefascineerd is. Dat hij dit zo'n leuk krukje vindt. Maar goed, we gaan dus altijd 's ochtends even spelen met de blokjes. En wat heel grappig is om te zien, is dat hij die blokjes ook probeert te stapelen. Zien jullie dat? Kijk, hij probeert nu dus echt mama na te doen, hè?
Ja, gaan we stapelen. Kijk, mama maakt een toren. Dat is een mooie toren. Goed zo. Boemde, boemde, boem. En nu gaat hij dus zelf ook stapelen. Tijdens zijn mond doen. Doe maar stapelen. Kijk, mama maakt een toren. Goed zo. Nou, Lusjes. Nou, Lusjes. Probeer maar. Die? Ja, zet die andere maar op. Goed zo. Zet die er maar op. Blokje erop. Ja, kijk. Toren maken. Toren maken. Kijk eens. Die is mooi. Zet hem er maar op. Boom. Goed zo. Zo lief in je mond, hè, liefie. Laat maar naar het krukje. Kijk, en dan hebben we papa weer. Die is weer thuis. Kids, lekker zomer. Ja. En het is weer vandaag, joh. Ja. Ik dacht, ik ga vandaag een routine laten zien van Lucius. Hoe dat een beetje gaat. En ik zei al, van we hebben eigenlijk niet echt dat wij dat zo standaard weten. Dus misschien voor ons ook wel leuk om elkaar een klein beetje te kijken hoe dat gaat. Maar in ieder geval, Daniel is nu dus thuis. Ik weet niet wat jouw planning is nu. Ik kreeg zo meteen nog even iemand die komt kijken naar de kapotte jacuzzi. Aha. Of daar een nieuw verwarmingselement in moet. Dus ik ga zo meteen nog even sleutelen in de tuin. Ja. En die zie je met 10 minuten. Ja. En dan daarna ben ik on yours. Ja. Nou, Lucius is dus nog even lekker aan het spelen. Papa die is weer thuis van de kinderen wegbrengen. En die gaat even weer met een monteur naar de jacuzzi kijken. Ja. Want de jacuzzi had wat kuurtjes. Ja, kijk. Dan kruipt hij. Ja, dat beentje. Dat... Doe maar. Je kan het wel. Pak een blokje maar. Pak een blokje. Ja, dan is die mat natuurlijk veel leuker. Ja, weet je wat die makkelijk is, Lucius? De helping hand van papa. Dat is papa, ja, hè? Ja, dat is papa. Dat is dan toch? Met die mooie oogjes kijken, heel schattig kijken. Van, ja, doe nou dicht bij mij. Doe mijn andere ook nog. Kijk, dan gaat hij hem bouwen. Leuk, hè? Dat heeft hij geleerd. Kijk, want ik doe hem dat dus na en hij probeert dat dus ook te doen. Kijk, zet hem er maar op. Ja, zet hem er maar op. Je bent zo lieve jongen. Kijk, 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 kijk. Zie je dat? Zag je dat of niet? Ja, ik probeer. Ik zie het, hè? Hey, dat is mooi, hè? En terwijl Lucius hier zo aan het spelen is, misschien even leuk of goed te vertellen, de routine van Lucius. Die gaat namelijk niet altijd hetzelfde. Daniel zit trouwens op zijn knieën. Als jullie denken, wat is waar, klein? Op zijn knieën, hè? Zit op zijn knieën. Maar 's ochtends ga jij ook vaak met hem wandelen. En dan zei je 's ochtends slaap je. Ja. Maar hij slaapt ook wel eens in de draagzak. Een draagzak, ja. En dan als hij in slaap is gevallen, leggen we hem in zijn ledikantje. Dan slaapt hij daar nog eventjes in. Maar het beste slaapt hij in de buitenlucht, ja. Ja, slaapt hij in de buitenlucht. Zo rond een uur of 10:30. Ja. Dan heb ik hem mee en dan slaapt hij echt tot 1:30, 2:00 is hij. Ja. Als hij geen sprong heeft en geen hazenslaapjes, dan kan hij echt 2 uur slapen. Hij heeft ook nog wel eens 2,5 uur slapen. Ja, en in de buitenlucht. We hebben eigenlijk met Lucilla, ja, Luan kon hij niet echt, want toen woonden we op een flat 4 hoog, dus konden we niet een kinderwagen buiten hebben staan. Ging wandelen naar jou naar de winkel toe in de stad. Oh ja, ja, maar je kon hem niet echt, ja, oh, ja, Daniel ging met Luan wandelen van de flat naar het centrum van Zwolle, waar ik werkte, met de kinderwagen. En daar sliep hij ook in. Dan zat ik Luan bij jou achter, die kon ik dus even eigenlijk altijd al gezondheidsmetingen doen, namen, nummers, samen. En met Lucilla ook, toen verhuisden we dus naar een woning op de grond, op dit vorige huis, wat jullie wellicht kennen van de vlogs. En toen ging Daniel heel vaak wandelen door het parkje met Woesel en Pip. En toen sliep Lucilla ook fantastisch in de kinderwagen. In die roze kinderwagen. In die knalroze suikerspinnen kinderwagen. Liep hij dan mee. En Luxie heeft ook altijd in de kinderwagen geslapen. En dan zetten we hem voor het raam neer bij onze keuken. Waar we toen in het vorige huis ons woonden. Met de raam op een kier dat we konden horen als ze wakker werd. En dan, wij zetten dan in de woonkamer. En dan sliep Luxie ook altijd fantastisch in. En dat doet Lucius eigenlijk ook. Gewoon lekker in de buitenlucht. En dan in de kinderwagen slapen. Maar ze zeggen ook wel dat het beste is, hè? Ja. Veel kinderdagverblijven doen dat ook, hè? Ja, klopt. Die hebben van die buitenbedjes. Ja, klopt. Mm-hmm. En als hij dan een beetje wakker wordt, met een kinderwagen kan je heel makkelijk weer gaan rijden. En dan tukt hij weer in en dan slaapt hij weer verder. En als hij in zijn bedje ligt, ten eerste hoor je hem dan niet echt heel makkelijk wakker worden. Ja, je hoort wel je babyfoon, maar dat hoor je pas als hij wat echt wakkerder is, zeg maar. Ja, maar we zijn altijd van de kinderwagen. En je kunt dan niet meer in slaap wandelen, want dan is hij al in dat wiegje. Het is eigenlijk een rijdend bedje. Een rijdend bedje, ja. En daardoor sliep hij bijvoorbeeld gisteren bij het circus, sliep hij dus ook perfect in zijn kinderwagen naast de show. In zijn bedje. In al het kabaal. Ja, dan hoeven we niet altijd, oh, we moeten naar huis, want hij moet slapen, want hij moet in zijn bedje of zo. Dat hebben we eigenlijk nooit. En de vierde kinderen hebben we dat altijd gedaan. Altijd heel goed in de kinderwagen geslapen. Dus jongens,
Dit is gewoon ons ding. Hij vindt het, ja, dat is onze manier. Luan had zo'n paars camping. Ja, ja, die had ook een... Kijk dan. Goed, hè? Ja, jullie zagen het net niet, maar hij zat bij dat krukje. Kijk. Ja, daar gaat hij weer. Ja, huh? Hij wilde toch naartoe. Ja, of ziet hij weer wat anders? Nou ja, zo gaat het dus in de ochtend. Gaat het dus zo. Dan zijn we dus een beetje met hem aan het spelen. In ieder geval, ik dan nu. Daniel gaat zo naar de monteur toe. En dan wordt hij vanzelf moe. En dan merk je vanzelf wanneer hij moe wordt. Want dan wil hij alleen maar op je hangen. En dan pieperig. En dan voet ik hem nog steeds. Ik ga nog even met die monteur. En als ik klaar ben met de monteur, loop ik hem lekker in slaap. Ja, dat is goed. Ja, lekker spelen. Nou, Daniel heeft ondertussen een ontbijtje op. Ja, ik ga nog even wat afwas doen. En die gaat weer verder. Ja, het ontbijt. Ik had het al afgeruimd. Het staat in de wasbak. Oh, super. Dan was ik gedaan. Nou. Ja! Goed zo! Goed zo! En weer staan met het krukje. Oh. Ja. Zo'n krukje. Dit is zo'n mooi krukje. Hé, hoe gaat dat? Dit is jouw krukje van jouw oma, hè, Daan? Ik zei al, dat krukje is een erfstuk, hè, van jouw oma. Maar had jouw oma dat krukje nou zelf gemaakt? Zelf geschilderd? Dus zij heeft die stipjes erop gezet. En zo lachen. Oh ja, dat heeft vanochtend natuurlijk niet gefilmd, maar hij is wakker van. Hoe laat werd hij wakker? 6:30. Dan wordt hij dus wakker, dan gaan we dus aankleden, kinderen aankleden. Ik ga hem dan ook aankleden. En dan gaan we aan het ontbijt zitten. Dat is om 7:30, hè? En dan gaat Daniel de kinderen wegbrengen. En dat was dus om 8:30, wat ik jullie net dus vertelde. Toen heb ik hem even aan de borst gedaan, dat hij even wat kan drinken. Hij had natuurlijk ook al een paar hapjes van de peren op, maar niet superveel of zo. Dus even aan de borst. En toen viel hij in slaap aan de borst. En toen werd hij eigenlijk, toen ik hem weglegde, werd hij meteen weer wakker. Dat was hem weer zo'n klein kort haarzelslaapje. En toen was hij weer even wakker. Soms slaapt hij dan wel echt een uur of 1.5 uur. Maar vanochtend was het dus vanaf 8:30 tot 9:00 ongeveer dat hij even sliep. En toen werd hij weer wakker. En nou ja, voor de rest hebben jullie het net gezien dus. Vanaf daar had ik dus de camera weer aangezet, 9:30. Nu zit ze weer eventjes aan het spelen. En dan zometeen gaat hij weer... Oh ja, schone luier. Oh, hij heeft ook nog een plofluier gehad. Dat heb ik allemaal niet gefilmd, jongens. Toen was ik nog niet met de vlog bezig. Maar vanochtend had hij alweer een plofluier. Een plofluier, jongens. Dat noemen we zo als het af en toe er een beetje uitgaat. Dan heeft hij heeft lekker zitten drukken, zeg maar, in zijn stoeltje. En dan zit hij in dat stoeltje. En dan zit hij met zijn billetjes op zijn eigen plofluier, zeg maar. Van plof, zijn inhoud van zijn broek. En dan wil het wel eens aan de randjes eruit komen, jongens. En nou, dan was het rompertje een beetje vies. Dus ik heb hem vanochtend alweer verschoond. Weer een nieuw rompertje aangedaan. En toen was het dus 9:30. En toen was hij weer zo'n vrolijke noot. Toen was het alweer weer goed. Schone luier, gedronken, even geslapen. En dan kan hij weer lekker spelen. Ja, plof zeggen we dan. Ja, we noemen dat zo, jongens. Hij is heel ondernemend, zoals jullie zien. Hij heeft hier een Barbie gevonden. Alleen met de Barbies moet je dus uitkijken. Hij doet dus alles in de mond. Dat is helemaal niet erg. Maar de Barbies hebben dus van die losse onderdelen. En die moet je dus niet in de mond krijgen. Dus daar moeten we even op letten. We moeten eigenlijk de kinderen de Barbies in die manden doen. Dat is hoe het hoort. Maar in de praktijk gebeurt het niet altijd. Maar ze ruimen in principe altijd al die kleine dingen. Moeten ze van mij eens altijd weer opruimen, deze. Maar ja, voor nu zien we nog wel dingen rondslingeren. Want kijk, onze kleine man. Die pakt alles wat hij ziet. Nou is hij dus al een hele tijd aan het rondkruipen. Zie je dat daar? Zie, hij kruipt. Tijger noemen ze dit, ja. Tijger. En dan gaat hij naar het vliegtuig. Ja, dan vindt hij ook mooi. Dit even onderzoeken. Wat is dat een jongen? Is dat het vliegtuig? Van Lucena Luxie. Ja, dat is mooi, hè. Dat is mooi. Overal even op timmeren. Hm? Ondertussen is het even tijd voor een tussendoortje. En ik vind zelf rijstwafels met boterhamworst, dat is lekker. Hij drinkt trouwens nog steeds water uit het flesje. Want die drinkbeker snapt hij gewoon nog helemaal niks van. Dus daar, die gooit hij alleen maar op de grond en die knoeit nog heel erg. Maar hij drinkt natuurlijk ook nog heel veel aan de borst. Dus hij krijgt sowieso voldoende. Hij wil niet eens. Nee. Zie? Nee. Hier zit dit, hè. Kijk. Heel lekker. Dit zijn van die kleine crackertjes. En die doe ik dan in kleine stukjes. En die vindt hij ook wel lekker om te eten. En dan sabbelt hij dan op. Doordat hij erop sabbelt, wordt dat crackertje zacht. En dan eten die lekker op, hè.
Rijstwafels vindt hij ook wel lekker. Alleen daar moet je wel een beetje mee uitkijken. Omdat soms zit er zout bij in. En ik wil met hem nog niet zoveel zout geven. Dat is nog niet zo goed voor zijn... darmpjes en alles. Dus we hebben ook van die speciale kleine baby rijstwafeltjes. En die vindt hij ook heel lekker. En daar zit, dat is dan speciaal voor baby's. Die is lekkere. Dit vindt hij wel lekker. Maar het is wel echt een baby die niet houdt van gepureerde prakjes. Hij wil niet dat je een lepel in zijn mond stopt. Want dat wil hij zelf doen. Hij wil zeg maar die lepel pakken. Dus dan slaat hij met zijn hand alles weer van die lepel af. Hij is echt een baby die zelf dingen in zijn mond wil doen. En niet gevoerd wil worden. Dus ja, dan doen we het op deze manier. Kijk, en nou heeft hij dus dit in zijn hand. En dan zie je dus dit. Wordt helemaal zacht. En dan zuigt hij daarop. En zo zuigt hij eigenlijk het crackertje op. En hij heeft twee tanden onder. Dan kun je nog niet heel goed zien. Ja, wij kunnen ze wel zien, maar ik weet niet of we het in de vlog heel goed kunnen zien. En boven zie je twee puntjes komen. Dus de tandjes die beginnen nu ook te komen. En dat was trouwens ook bij Luan en Lucilla en Luxie. Was allemaal rond de 8 maanden dat de tandjes doorkwamen. Dat is lekker, hè? Dat is een slokje water. Ja. Ja. Dat onze sauna kapot was. Ja, die werd niet met bewaard. Het display. Hadden koud water in de jacuzzi. En ik heb er nu een expert bij, Selwyn. En die kijkt ook onze vlogjes met de kinderen, maar die zei volgens mij is het alleen het display. Dus kom even kijken. Kom even kijken. Ik ben helemaal blij. Dus het is alleen een nieuwe display. Selwyn, Selwyn. Hé, maar echt heel super, hè? Ik heb de display gaan het doen. Gewoon een nieuw displaytje erop en alles. Nou, dit is het nieuwe display. Ja, die komt straks daar gewoon weer in. Zo blijft, hè? Ja, dan kun je hem misschien bedienen. Zo hadden jullie hem. Hij stond in een eco-stand. Ah, dit heeft hij nog nooit gedaan. Hij heeft nog nooit gedaan. Verlichting alleen zie je natuurlijk nou niet. Ja, discolampjes. Ja, de lampjes. Kijk maar, onder in de bodem, zie je dat? En die stipjes. Oh, maar goed, hé. Fijn, hè? Bijna een hele nieuwe neergezet. Nou, Selwyn, die zei van, hij staat in een economische stand. Dus Selwyn, ontzettend fijn, joh. Ja, hij gaat straks naar 39 graden, dan staat hij ook ingesteld. Wauw, ja, en het enige wat we dus hoeven te doen is een nieuwe kap, ja, een nieuwe display en een nieuw filtertje erin. En even water verschonen weer. Hoe heet die kinderen? Fiddly en Ivy. Fiddly en Ivy, wat een mooie naam. Ja, die geven de blokjes. Top, hè, dankjewel. Maak hem maar klaar. Wij gaan hem klaar maken. Ja, en die nieuwe kap die komt hij dan nog later brengen. Die gaat hij nu bestellen. Want hij moet zo licht zijn dat jij met twee vingers hem alleen open en dicht kan doen. En weet je hoe dat komt? Ik had hem te vol. We moeten hem vullen tot de lampjes. En wat meneertje ook leuk vindt. Is liedjes zingen. Dan hebben we hier een leuk cd'tje. Ik heb hier nog een cd-speler op deze kamer staan. Dus je kan hier mooi in. Dat is van de leuke liedjes die we hebben gekregen. Doe je mee met mij? Daniel loopt daar langs. Kan jij goed slapen? Slapen.
al dat dansen en dat springen en dat spelen is hij wel weer moe geworden. Ga ik eerst voordat ik... Hij is het helemaal mee eens. Ja, ben je het er mee eens? Gaan we even lekker slaapje doen? Ja? Vond je het gezellig? Mama wel hoor. Mama wel? Al maar. Dit is echt een teken van ik ben moe. Ja. En ik heb even hier liggen op de bank. Want ik ga hem hier even verschonen. Ja, dit is echt een teken van moe. Ja, dan gaan we een slaapje doen, hè, liefie. Ja. Oh, kijk dan. Dat is ook wel heel schattig als ze zo in de ogen schrijven. Nee, was je lekker moe, liefie? Gaan we lekker slaapje doen. Gaan we lekker slaapje doen. Ik verschoon hem even hier, aangezien ik hier zo meteen ook even ga voeden. En dan kan ik hem hier in de kinderwagen leggen die naast me staat. En dan kan ik hem naar buiten doen, naar Daniel. Zodat hij even lekker buiten een wandelingetje kan maken en in slaap gaat vallen. Maar ik denk dat hij zo weg is. Soms voed ik ook op de slaapkamer. En dan voed ik hem bij mij op bed. En dan leg ik hem in zijn co-sleeper. Daar slaapt hij trouwens nog steeds ook heel goed in. Ja. Alleen nu zei Daniel van, nou leg maar naar buiten. Dan loop ik zo even, hij is toch in de tuin bezig. Ja, even ja, gezellig met papa. Maar voordat we dat gaan doen, altijd met een schone luier leg ik hem weg. En met een vol buikje. Want dan slaapt hij namelijk het langste. Dan kan hij niet wakker worden van de honger of wakker worden van een vieze luier. Kan alsnog, maar de kans is kleiner als ik allemaal verschoon. En dat hij gaat slapen met een vol buikje. Ik heb trouwens ook altijd broekjes. Ik weet niet of ouders dit herkennen, maar ik heb eigenlijk vanaf dat er maatjes zijn vanaf broekjes, luierbroekjes, dan gebruik ik al broekjes. Heb ik ook met Lucilla en met Luxie gedaan, met Luan nog niet, maar met die andere kinderen altijd wel. Want ja, je ziet, hij trappelt alle kanten op en nu draait hij gelukkig niet. Maar hij kan ook draaien en als hij dan draait, dan kan ik zijn luier niet meer goed aandoen. En met zo'n broekje schuif ik hem zo erop. Dus broekjes zijn voor mij altijd ideaal en die blijven ook goed zitten. Nou, ik ga hem even zijn luier verschonen en dan even lekker voeden. Altijd nog even lekker ons momentje, jongens. Die zo lekker in de borst hangt. En hij ligt heerlijk in de kinderwagen te slapen. Nou, even hier lekker naar buiten. Kijk, hier is die. Super. Kijk eens. Ik ga het jacuzzi ook helemaal bijvullen met schoon water. Kijk, dus we hebben weer een bijgevuld warme jacuzzi. Lekker. Doeg. Hij viel in slaap dus bij mij aan de borst. Ik denk dat het ongeveer 11:15 was geweest. Het is nu 11:30, dus hij gaat nu lekker met Daniel buiten in de kinderwagen. Slaapt even lekker verder. En wat ik nu ga doen, ik heb even letterlijk mijn handen vrij, is kan ik alvast even een stukje editen van de vlog van vandaag. Hoef ik dat straks ook niet te doen als Luan en Lucilla en Luxie over vrij zijn van school. En als Lucia straks dan wakker wordt, dan gaan we even lekker lunchen. Ik ben op dit moment aan het editen van wat jullie net hebben gezien. En ik dacht bij mezelf, ja, nu moet ik wel even kijken hoe laat hij nou wakker was, hoe lang hij wakker is geweest en hoe laat hij weer ging slapen. 7:15 vanochtend werd hij dus wakker. En hij is toen wakker geweest tot 9:30. Dus zeg maar even 7:30, 8:30, 9:30. 2 uur zit daartussen. Dus sliep hij om 9:30 tot ongeveer 9:00, een half uurtje. Toen is hij vanaf 9:00 wakker geweest tot 11:00. Dus 9:00, 10:00, 11:00. Zat weer 2 uur tussen. Nu slaapt hij, uiteindelijk heb ik hem aan de borst, is hij in slaap ongeveer... Toen ik aan de borst zat, heb ik niet op de klok gekeken. Maar toen hij dus naar buiten reed bij Daniel, waren we ongeveer een half uurtje verder. Was het 11:30, maar hij sliep toen al iets eerder. Dus hij slaapt nu vanaf 11:00. En het is nu, op dit moment is het alweer 11:45. Dat betekent dat hij nu al 1 uur en 1 kwartier aan het slapen is. Dus ik denk, gooi dat nog even in de groep. Hij is dus ongeveer tussen een slaapje zit ongeveer 2 uur wakker tijd tussen. Zo noemen ze dat dan. En heeft hij dus met mij gespeeld en gedanst en gegeten. Hij heeft vanochtend dus een crackertje gegeten. Hij heeft een peertje gegeten. Hij heeft water gedronken en hij heeft borstvoeding gedronken. En zometeen gaan we lunchen. Maar nu ga ik er even door editen totdat hij wakker wordt. We maken hem dus niet... Wij maken hem nooit wakker, zeg maar. Hij wordt echt uit zichzelf. Laten we hem altijd wakker worden. Ondertussen ben ik tot hier gekomen met editen. Wat jullie nu net hebben gezien. Ik ga even kijken hoe laat het is. Hey Google, hoe laat is het? Het is 11:00 middags.
11 voor 1 'smiddags. En Daniel zegt, schat, kom je lunchen? Nou, kijk. Hier zit hij. Ik zal hier even lekker een boekje lezen. En tijd voor een banaantje. We hebben hier eitjes. Zo, jeetje, Daan. Ja, hallo, wat ben je van plan, hè? Het doosje moest leeg. Oh, ik denk al heel veel eieren. Even vanavond. Voor, ja, dat kan ook nog wel door de salade. Het doosje moest leeg. Het doosje moest leeg. Kijk, dat zit hier lekker, een banaantje. Ja, een banaantje. Banaan. Maar niet geprat. Maar in de hand. Ja, dat is lekker. Oh. Heel lang bezig geweest. We hebben het jacuzzibad helemaal laten leeglopen, terwijl hij lekker sliep bij de vijver. Dan slaapt hij als een roos. Ja. Dus het bad is nu helemaal aan het hervullen. We hebben er nieuwe spulletjes in gedaan. En toen was ik klaar met de jacuzzi expert Selwyn. En toen werd hij wakker. Heb je op de klok gekeken? Ja, dat was... Ja, dat is een beetje een ding, hè. We kijken dus niet altijd meteen weer op de klok, dus... Half 1, kwart voor 1. Schatting, half 1. Bijna 1 uur. Nee, hij zit hier een kwartiertje. Kwart voor 1 dan, denk ik. Nou, hij sliep dan rond 11 uur, kwart over 11. Zeg even, rond het even af op 11 uur. Anderhalf uur. Nou, anderhalf heeft hij anderhalf uur geslapen. Nou, dan is hij nu ongeveer weer 2 uurtjes wakker. Ja, nu even lekker eten met z'n allen. En dan gaan we even lekker lunchen. Knuffelen, spelen. Hé, jongen? Ja. Dat is wel, hè? Dat is gezellig, hè? Hier even lekker met mama en papa eten. Misschien lust je ook wel een eitje. Ja, kom ik proberen. Kom. Voor de eerste keer een eindje even proeven. Wat voor een eindje? Oh, dat hele bordje. Robert. Lekker eigenwijs. Kom maar. Wil je krekkertje dan ook? Nee, hij wil geen banaan. Ik doe banaan weg. Deze. Die vindt hij ook wel lekker. Dat is lekker. Dat is lekker. Heren, zegen deze spijzenkrekkertje. Hele pak eitjes is klaar. Is niet van de kip uit de tuin, maar gewoon de kip van de supermarkt. Ja, nou ja. Kom nog misschien. Kom nog. Wat de papa nou? Mama. Jij wilt het natuurlijk weer zelf doen. Mama, kijk, papa. Met de mond. Kijk eens naar papa. Precies. Zo. Lekker. Ja. Heerlijk. Ik ben met de mond. Waarom eitje? Lekker. Dit is lekker. Ja. Doen we eten. Lekker groot eitje. Die oogjes. Oh, denk je. No. Iets warms. Ik leg hem maar even daar neer. Weet je, is dat? Die? Nee. Sorry. Wat is er meer? Die wordt gesmeerd. Nee. Die wortelwortels. Misschien ruikt het niet zo lekker. Oh, wacht. Hij wou zijn handje. Waar is zijn handje? Ja. Doe maar aan de mat. Hij kijkt me aan mijn vader. Wat moet ik ermee? Nee. Nee, nou. Nee. Doe je alles achter mij, jongens. Nee, dit vindt hij wel wat lekker. Korstjes, hè? Broodkorstjes. Kijk. Ja. Dat vindt hij lekker. Een echte stoer, joh. Broodkastjes. Gek op kastjes. Hm? Ja, dat ben je ervaren, ja, pa. Ik ben gek op kastjes. Hij was nog iets te heftig voor hem, jongens. Nou, in ieder geval, wij zitten aan de lunch met z'n drieën. En ik weet niet wat je van plan bent, maar... Eiwitten. Ja, oké. Mooi zeggen. En op de training ook de echte bodybuilders. Ja? Die doen echt rauwe eieren. Oh, nee, maar dat is toch niet goed? Je kunt geen rauwe eieren. Nee, maar daar word je ziek van. Ja, voor spiermassa, ik weet niet. Ja, maar dan niet rauw. Jongen, ik train mijn zus nog niet thuis. Gewoon zo 8 eieren in misschien kunnen trainen, maar dan niet rauw. Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Niet rauw, dat hasta kan la niet. Vista, baby. Praat eroverheen. Hey, no pain, no gain. Probeer er toch elke dag weer iets bij te leggen. Ik heb geen eitje, hoor. Heb je hem helemaal? Oh. Helemaal wil ik hem wel, pap. Ik wil hem heel. Gouden ei. Dat doet toch weer niet. Nee, nee. Nee. Broodkorstje. Ja, broodkorstje. En wat hij ook lekker vindt zijn rozijntjes. Kleine rozijntjes, die eet hij ook lekker. Dat is pakken. Ja. Wat papa doen? Rozijntjes. Ja, pakken. Dat is lekker. Heel goed met zijn handje. Ja. En dan gooit alles op de grond. In de mond. Ja, je moet niet onder de, op de grond kijken. Ik weet niet of we het kunnen zien, maar... Ja, gaan we niet laten zien. Gaan we niet laten zien ook. Dat is niet zo, hoor.
representatief. Het is toch zo. Want die meer niet representatief. Dat moet dan ben je lekker, hè? Moet nog kwijnen. Moet inderdaad nog even de stofzuiger door. Het is nooit af. We hebben zometeen alweer tijd voor. Alles. Hij slaapt. Het volgende slaapje. Het volgende slaapje, dat is wel echt, hè? Je leeft van slaapje naar slaapje. Want dan heb je dus weer je handen vrij. Leuk. Dus daarom is het ook lekker als hij wat langer slaapt. Want dan hebben wij iets langer de handen vrij. En slapen is heel gezond voor baby's, hè? Dus het is niet zo van, oh, hè, waarom zo lang slapen? Hoe langer die slaapt, hoe beter het is ook voor de ontwikkeling. Ja. Dan wordt ook alles weer, alle prikkeltjes worden ook weer verwerkt. In het erop. Oh. Dat vindt hij dus ook wel. Oké, dat was dus, dat waren dus. Kijk. Mag je zijn mond? Dat waren dus alle dingetjes onder zijn tafel. Kijk. Ja. Ja. En dan kijkt hij zo aan. Ja, maar... Dat is toch leuk, papa? Hier. Dat is toch leuk? Heb je een elastiekje van je zus? Ja. Hm? Je zus en broer, hè? Ja. Ja. Hoppatee. Alles op de tafel. Doe die maar eten. Kom in de mond. Ja, goed zo. Die zijn lekker, hè? Een paar rozijntjes, ja. Precies, even kijken op. En rozijntjes en banaan. Halen we hem uit zijn bakje. Een heel zijn bakje. Elke maaltijd kunnen we stofzuigen. En Lucius, de kruimel komt. Is hij wel lekker opgeladen al. Gaan we nog even jungelen. In de jungle? In de jungle. En dat vindt hij nog steeds heel leuk te doen. Laat kijken. Lekker springen. Twee. Doep, 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 doep. Deze wel even af. Gaan we springen. Gaan we springen. Ha, moet je mij niet filmen. Ja, doe maar. Gaan we springen? Ja. Gaan we springen? Dit doen we naar de chill out. Kijk, dan gaat hij echt springen. Ja. Springen. Ja, die is mooi. Nou ja. Gaan we springen? En springen. Dat is heel grappig. Die kwamen we achter. Toen Leon en Lucilla deden dat. Die gingen springen en toen gingen ze naspringen. Dus iedere keer als hij hierin zit, gaan we allemaal springen. Monkey see, monkey do. Gaan we springen. Totdat de batterij weer leeg is. En dan gaan we weer slapen. Kan ik slapen, kan ik de was opvouwen. Kunnen we verder. Strijk jij af en dat is een beetje de route. Wat gaat papa doen? Wat gaat papa doen? Hierin zit hij dan ook gewoon lekker te kijken. We hebben deze trouwens hier neergezet. Die stond eerst daarachter bij de box, daar, naast de box. Maar dat vond hij te ver weg. Dus als we dan hier inzetten, kan hij hier lekker in spelen. En hij is dan vanuit hier, is hij zeg maar aan het kijken. Daar staat bijvoorbeeld Daniel achter in de keuken. Kan hij mooi hier vanuit hier allerlei dingen zien. En dan vindt hij het gezellig, hè. Zet hij er toch bij? En toch even zijn eigen plekje. Ondertussen zijn we even lekker buiten gaan zitten. Het is heerlijk nog zo lekker in het zonnetje. En dit is een schommelstoel. We hebben hier een schommelstoel staan. En Lucius vindt het heel lekker om daar ook in te zitten. We hebben even een beetje een dekentje gezet. Hier. Lekker schommelen. Lekker schommelen. Dit is wat baby ziet. En dat zijn allemaal vormen. En dit is eentje waarin hij zelf dingetjes kan doen. Kijk hier. Kijk eens. Vind je die mooi? Die is mooi. Hier, kijk. Zie je eraf? Zie je? Die is mooi. Ondertussen is hij weer moe geworden. Even heerlijk in het zonnetje. In de schommelstoel even voeden. En dan kan hij zo weer even lekker zijn slaapje doen. Dit is typisch zo'n gevalletje van poging mislukt. Hij was dus aan de borst in slaap gevallen. En toen wilde ik hem even wegleggen. Maar ja, nu is hij dus weer wakker. Ben je weer wakker, jongen? Ben je weer wakker? Dat, jongens, was dus een beetje de dagroutine van Lucius. Ik moet erbij zeggen, het is natuurlijk, iedere dag is anders. Dus spin me hier niet aan vast. Iedere baby is anders. Iedere moeder is anders. Iedere ouder is anders. Iedere samenstelling van het gezin is verschillend. Iedere situatie in het gezin is verschillend. Daniel en ik zijn natuurlijk wel... veel rondom huis. Dat is, ja, weet je, het speelt allemaal mee ook met de routines van hoe je het met je kind doet. Wat ik nu ga doen is even kijken wat we gaan koken. Het is vroeg nog, hoor. Het is nog 3:15 is het nu. Dus ik verwacht dat Daniel straks thuis komt.
met de kinderen. Maar dan ga ik eerst even wat eten maken. Zodat ik op tijd het eten klaar heb. Want straks gaan ook weer Luan en Lucilla naar hiphoples. Die hebben na elkaar hebben die hiphoples. Kom maar aan, jongen. En dan kunnen ze ook meteen eerst even wat eten voordat ze gaan dansen. Want als ze uit dansen komen en ik dan ook nog moet gaan koken en eten gaan maken, dan wordt het te laat en dan liggen ze te laat op bed. Dus vanavond shawarma gaan we eten. Luus is nog een keer in zijn kinderwagen een beetje rond te kijken. Laat ik er even in liggen, anders heb ik mijn handen gewoon niet vrij. En we hebben hier pita broodjes. Die kunnen we ervoor gebruiken. En dan ga ik dit dan in ieder geval alvast een beetje voorbereiden. Dat ik straks alleen nog maar hoef op te scheppen. En dan is het alweer het einde van deze dag. Van de dagroutine eigenlijk, jongens. Vanavond, de kinderen liggen dus allemaal in principe op 7 uur. Horen ze op bed liggen. Ja, ik zeg even horen, want dat is natuurlijk in de praktijk niet altijd. Is dat niet altijd. Ze liggen ook wel eens om 7:30 in bed. Nu moet ik zeggen dat Luan wel later gaat slapen. Maar die mag gewoon op zijn kamer nog gewoon iets voor zichzelf doen. Vaak door een dukje lezen en wat dan ook. En Lucilla gaat vaak nog even een tekeningetje maken. Vooral Luxie is vaak ook moe aan het einde van een lange schooldag. Aangezien dit haar derde week is dat ze volledig naar school gaat. En heeft ze natuurlijk ook goed haar nachtrust nodig. En ja, vandaar dat ze dus eigenlijk gewoon om 7 uur op bed liggen. Hij gaat ook om 7 uur slapen. Dan voed ik hem nog voor de laatste keer. Nou, niet voor de laatste keer, want dat doe ik pas rond 10 uur. Wordt hij namelijk nog een keer wakker. En dan nog even voeden voordat wij gaan slapen. En dan slaapt hij in principe, normaal gesproken, slaapt hij het klokje rond. Er zijn soms uitzonderingen natuurlijk. Maar normaal gesproken wordt hij dan rond 7 uur. Wordt hij dan, of ja, nee, iets vroeger. Tussen 6 en 7, laat ik het daarop houden. Wordt hij dan weer wakker en dan begint de hele dag routine weer overnieuw. En jullie zien, het is vooral veel slapen, wakker zijn, spelen met papa en mama. En dan is hij daar weer moe van en daarvan gaat hij dan weer slapen. En dit gaat eigenlijk zo gedurende de hele dag door. Nu waren we de hele dag thuis, maar ja, we zijn ook wel eens gewoon onderweg. En doen van alles natuurlijk, vooral ik in het weekend. En dan gaat hij gewoon lekker mee met zijn routine. En dan slaapt hij gewoon op het moment dat hij moe wordt en waar hij dan is, gewoon bij ons. Dus ja, maar op dit moment is meneertje gewoon niet meer moe. Die heeft even aan de borst gezeten en die viel toen in slaap. Maar ja, toen wilde ik hem dus weer wegleggen. En ja, kregen we dit. Ja, wil je niet slapen? Nee, dus ik laat hem even lekker in de kinderwagen zo liggen. Want ik wil wel even mijn handen vrij hebben om het eten te maken. Zodat ik zo meteen ook weer alle aandacht en alle oren heb voor de kinderen die thuiskomen. En die dan altijd graag willen vertellen wat ze vandaag allemaal weer hebben gedaan op school. Kinders, ach, meisje toch. Hoe was het? Leuk. Wat was het? Ik ben vandaag van Jens. Oh, je bent nieuwe plekken. Was het leuk op school? Ja. Lekker gespeeld met de kindjes? Juf zei dat ze heel erg had gespeeld. Heel veel gespeeld op heel veel gespeeld. En die hebben we Lucilla ook weer. En die heeft zich al omgekleed. Ja. Want die gaat zo eerst naar Hippel. En die heeft knippen in haar van het spelen op school. Maar hoe was het op school? Leuk. Ja? Ja. Leuk gespeeld? Ja. Nog iets meer dan dit? Ja. Huh? Ja. Wat heb je allemaal gedaan dan? We hebben voor plek gereld. Oh, een nieuwe plek in de klas. Ze doen een tafeldans. Nee. Ze doen geen stoelendans. Elke week een andere tafeldans. Niet elke week, denk ik. Zo. Niet elke week. Nou, dan leer je wel alle klas zo. Staat ze erin? Lucilla gaat zo dus hiphoppen. Kijk, dit is een hiphop outfit. Maar man, ik had Luan zijn broek, dus ik deed maar weer mijn legging aan. Oh ja, dus dat kan ook. Je doet ook gewoon met je legging. Mm. Wie hebben we daar weer? Jouw grote zus? Mm. Is dit jouw grote zus? Ja, heel bewegelijk. Oh, mijn tomaat. Ja, ik had al tomaatjes gesneden. Een appel. Och, had jij weer een appel te pakken? Ja, dat is ook goed, schatje. Wiebel. En daar hebben we ook Luan. Die heeft ook zijn hip-hop outfit uitgedaan. Ik heb een dansshirt kwijt. Zit hij niet in de was? Volgens mij zit hij in de was. In de was, kerel. Ja. Nou, we gaan eerst even lekker eten. Dan gaan we eerst zometeen, als de wieden weer gaan overrissen, Lucilla wegbrengen. En na Lucilla, daar heeft meteen Luan les. En dan... Laat moeten ook wat eerder eten. Ja, vandaar dat we vandaag lekker eerder eten. Dus kom maar lekker aan tafel. Dan gaan we lekker eten. We hebben mais, eronder zitten boontjes. Bootjes. Worteltjes. Kijk, worteltjes. En mais. En dan lekker vleesjes. Pita broodjes. En katten tomaatjes. Dan moeten we woensdag weer even boodschappen doen.
zelf een keer kunnen, toch? En? Ja. Ach, kijk dan. Kijk dan. Lucius, wat is het nou? Je heeft jouw grote broer jouw slippertje om? Wat? Ja? Ach, dat is een pitabroodje. Pitabrood. Maar wat kan je erop doen? Vlees. Shawarma vlees. Nee. En daar is grote broer weer, jongen. Is er meer grote broer weer? Ik ga met jou dansen. Hoi. Oh, dat is schattig. Ja. Een grote hiphopper, een kleine hiphopper en een meisjes. Lucius, kleine aardappeltjes in de koot met mais en gekookte worteltjes. Een lekker Lucius hapje. Een hapje voor Lucius. Kan hij weer met zijn handjes pakken? Ja, weer eens afkoelen. Ja, dat is nog heet. Mama. Luxie dan. Heerlijk, jongens. Dat gaat wel smaken. Dan met volle buikjes aan de hiphop. Hiphop of zander? Vond je dit nou weer een leuke vlog, jongens? Doe even de... Dankjewel! Ja, te abonneren in het belletje. We zien morgen een nieuwe vlog. Tot morgen! Doei! Volg je hart, bonbon mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bonbon mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak.